Welkom bij het digitale open huis bij project Noorderhaven in Zutphen. We hebben nog diverse appartementen beschikbaar voor de verhuur. En aangezien het niet mogelijk is, helaas niet mogelijk is, om het u persoonlijk te laten zien, doen we het via deze film. Op die manier kunt u toch zien hoe onze appartementen eruit zien en hoe ze opgeleverd gaan worden aan u. Wilt u echt zien hoe de appartementen eruit zien? Want we hebben er natuurlijk diverse types. Kijk dan op onze website hureninnoorderhaven.nl. Daarop vindt u de nog beschikbare woningen, de huurprijzen, of ze voorzien zijn van wel of geen vloer en natuurlijk of ze nog beschikbaar zijn. Daar kunt u tevens u inschrijven voor dit project, zodat u kans kunt maken op een van onze mooie appartementen of eventueel een eengezinswoning. Als eerste laat ik u een appartement zien hoe de woning opgeleverd wordt aan u. Dus zonder vloer, maar voor de rest, alle muren zijn keurig voorzien van behang. Het ziet er allemaal netjes uit, er zit een complete keuken en badkamer in. Kortom, u moet het gewoon met eigen ogen bekijken. Loop maar mee! Dit mooie C2 appartement heeft twee slaapkamers. Eén wat kleinere en deze grote master bedroom. Alle muren zijn voorzien van een prachtig mooi wit behang. Vindt u wit niet mooi? Geen probleem, u mag het gerust schilderen. Enige is, als u de woning ooit verlaat, moet alles wel weer keurig netjes in het wit zijn. De volledige woning is voorzien voor van draaikiepramen. Het zijn kunststof kozijnen. U zult hier niet in mogen boren, maar het plafond en de muren bieden ruimte genoeg daarvoor. Alle ramen kunnen op slot, dus ook de veiligheid is gewaarborgd. Een ander voordeel van deze woningen is de vloerverwarming. Door het gehele pand, hele woning, ligt vloerverwarming. En elke ruimte kunt u apart schakelen. Het is een energiezuinige manier om de woning goed op temperatuur te houden. Ga er dan ook energiezuinig mee om. En dat betekent zo min mogelijk aankomen. Zo houdt u ook nog eens geld over. Elke woning is voorzien van een fraaie badkamer. Heerlijk met douche en ruime wastafel. En natuurlijk ook hier weer heerlijke vloerverwarming. De woonkamers zijn van elke woning verschillend. De een heeft een mooi balkon, de ander een tuintje. Kiest u maar wat u het prettigst vindt. Wel is elke woning fijn voorzien van internet via glasvezel. Elke woning is voorzien van een hele mooie, fraaie keuken. De ene keer in een rechte opstelling of zoals in deze type woning in een hoekopstelling. De keuken is werkelijk van alle gemakken voorzien. Natuurlijk een afwasmachine erin, combi-oven magnetron, inductiekookplaat, afzuiging en natuurlijk een koelkast en vriezer. Kortom, in deze keuken zult u zich zeker snel thuis voelen. Wij verhuren onze appartementen zowel met als zonder vloer. Om aan te geven wat dan het verschil is en hoe dat eruit ziet, laat ik nu hetzelfde appartement zien, dus ook een C2 type, maar dan met vloer. Kom gerust even binnenkijken. Complex Noorderhaven is een veilig project. Het is namelijk van alle kanten afgesloten. En dat betekent dat we hier een hele fraaie binnentuin hebben. Er ligt een heuse wadi. Als het regent, vangen we daar het regenwater in op, wat weer gebruikt gaat worden. Nu ligt er nog veel zand. Maar u zult zien dat binnenkort alles groen is. Ook de tuintjes zullen worden voorzien van gras. En zoals u ziet staan er overal gezellige banken. Want de sociale cohesie vinden we zeker heel belangrijk. Niet alleen op uw eigen balkon, maar ook met elkaar genieten. Daar is dit binnenterrein zeer geschikt voor. Project Noorderhaven kent vele typen appartementen. Te veel om nu even te laten zien. Als u ze allemaal wilt zien en welke beschikbaar zijn, kijk dan op onze website www.hureninnoorderhaven.nl. Daar ziet u de plattegronden. De bedoeling van dit open huis is om u te laten zien hoe ziet de woning eruit
als ik binnenkort ga huren. Dan ziet u wat voor standaard wij daaraan geven. Wel wil ik natuurlijk een paar verschillende types laten zien. We hebben al een C1 appartement laten zien. En nu gaan we kijken bij een E appartement. Deze is bijzonder, heeft één slaapkamer, maar een zeer fraaie woonkamer. Check zelf maar even. Het laatste type appartement wat ik wil laten zien tijdens dit open huis is een type A2. Een hele leuke woning met een mooie master bedroom, een hobbykamer voor eventueel een werkkamer te maken en een Frans balkon. Ik kan me voorstellen dat je nieuwsgierig wordt, dus gaan we snel mee, gaan we kijken. Complex Noorderhaven, een prachtig complex op ook een hele mooie plek. Dicht bij de IJssel, dicht bij de stadskern van Zutphen en dicht bij het station. Maar ik kan me zo voorstellen dat u wellicht een auto heeft en denkt, wat moet ik daar nou mee? Kan ik die parkeren? Jazeker kunt u die parkeren. Alleen iemand die geen parkeerplaats nodig heeft, krijgt wel voorrang in het verhuurproces. Achter mij ziet u de parkeerplaatsen. Deze worden in de toekomst helemaal groen. Maar we zijn pas net begonnen. Er zijn onoverdekte parkeerplaatsen, overdekte parkeerplaatsen en ook parkeerplaatsen met laadpaal. Kortom, voor elke autorijder wat wils. Daarnaast zal Versteden zorgen dat er twee deelauto's komen te staan. Elektrisch wel te verstaan. We zijn toch duurzaam. Mocht het zo zijn dat u geen auto heeft of denkt, dan kan ik mooi mijn auto wegdoen. Zullen we heel trots op u zijn en kunt u gebruik maken van onze deelauto's. Ik heb een aantal mooie appartementen laten zien. Daarnaast geven we ook woningdelers een kans. Dus heb je geen duurzame relatie met iemand, maar is een huis voor jezelf huren te duur? Dan hebben we appartementen beschikbaar die je mag delen met een vriend of vriendin of collega, wat jij wil. Deze telt twee gelijke slaapkamers. Kijk daarvoor ook op www.hureninnoorderhaven.nl. Op die site vindt u alle informatie over dit complex en over welke appartementen er nog beschikbaar zijn.